Yo kijkers, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag doen we een ander soort video, want vandaag hebben we gekeken en aan mensen gevraagd wat ze ervan zouden vinden dat wij in de tas zouden kijken. Dus degene die ons geholpen heeft, heet Mo. En we kwamen hem tegen en hij wou ons graag helpen met de video. Dus we waarderen dat heel erg en ik wens jullie vast veel kijkplezier. Oké, we gaan vandaag proberen zoveel mogelijk nummers te fixen van mannen. Ik bedoel, iedereen doet van vrouwen, maar wij gaan gewoon van mannen regelen. We zijn vandaag in Enschede, maar ja, dan moeten er wel een beetje mannen voorbij komen. Want dat valt wel een beetje tegen. Hallo. Hallo. Hoi, ik ben Mo. Heb gefilmd? Ja, ik ben van het programma Down with Money. En we zijn eigenlijk op zoek naar, naar mannelijke nummers. Mannelijke nummers. Dus zou ik jouw nummer mogen? Nou, liever niet. Niet? Waarom niet dan? Ja, dan allemaal spontane appjes. Ja, tuurlijk, dat is toch gezellig? Lekker spontaan een beetje praten. Nee, dank je. Hoezo niet dan? Ja, gewoon niet. Ja, jij denkt er gelijk weer meer van? Nee. Niet? Oké. Okay. Nou, helaas. Dat is wel jammer. Ja hoor. Hoi, hoi, hoi. Mag je wat vragen? Ja hoor. Oké, okay, ik ben van het programma Down with Money en we zijn eigenlijk benieuwd wat er in iemands tas zit allemaal. En ik zie jou gewoon met twee tassen lopen. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat er allemaal in jouw tas zit. Ja hoor, dat is goed. Ja? Mag ik kijken? Of kunnen we ook even daar naartoe gaan? Dat is makkelijker. Oh ja hoor, dat is allemaal prima. Toffie. Dat vind ik wel echt tof dat je meedoet. Ja, ik heb hier allemaal cadeautjes. Inpakpapier? Ja, ik had nog... Inpakpapier, check. Ik heb nog geen inpakpapier. Dus... Waarvoor? Voor Sinterklaas? Nee, cadeautjes voor mijn vriend. Ja. Voor jouw vriend? Voor mijn vriend. Leuk. Dus ja. En wat heb je allemaal gehaald voor je vriend? Ik heb een pak voor hem gekocht. Dit is een? Een Xbox game. Xbox game. Kijk, dit is een meid die snapt gewoon waar het over gaat. Een Xbox game. Een Mario pad. Mario pad. Wat nog meer? Batterij op laders, dat die had hij nodig nog. En welke vriendin geeft er nou een pak, een Mario pad, batterij op laders en een Xbox spel? Echt. High five, high five, high five. Goed zo. Dat is de ene. En wat heb je daarin? Daar heb ik allemaal kleren en spullen. Mag je even kijken hoor. IJsthee. Even kijken. IJsthee, check. Mascara. Heel belangrijk. Belangrijk. Spiegeltje. Ook belangrijk. Echte vrouwentas, hè? Ik ga niet alles door. Oh, mag ik deze lezen? Ja, dat is een challenge, hè? Dat mag. Van je duikplanktrauma. Versterkt met het verwerken van je duikplanktrauma. Ja. Nou, dit is wel even een leuk verhaal. Wil je het verhaal vertellen? Oh ja hoor. Wat is er gebeurd? Ik ging zwemmen met mijn vriend. Ja. En één keer waren we duikplank van 3 meter hoog. Ja. Toen ik wilde springen schreeuwde hij één keer keihard pas op. Waardoor ik echt boem naar beneden viel. Vol op mijn buik. Ja. En een keer daarna ging hij springen. En toen ging het bij hem helemaal mis. Dus hij echt vol op zijn buik. Oké, dus dat was het trauma. En dus ik zit nu de hele tijd het in te prijzen voor karma. Dat ga je aan hem geven, dat dingetje. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik zeg gewoon, als vriendin zijn er gewoon een 9,5. High five. Hey, hartstikke bedankt dat je mee wilt doen. Toppie. Ja, jullie succes. Leuke spontane meid. Met de belastingdienst. Why the fuck you lying? Hi mam. Hi. Ik? Ja, op de wallen. Why you always lying? Nee, ik hoef niet te werken vandaag. Oh my god. Stop fucking lying. Hallo. Hoi, wacht even. Ik ben van het programma Down with Money. En eigenlijk wat we doen is we willen weten wat er allemaal in iemands tas zit. Okay. Dus ik daag jullie uit om gewoon eventjes. Gaan we even daar staan en dan gaan we kijken wat er ongeveer een beetje binnen jullie in de tas zit. Oké, okay, heel snel. 2 minuutjes. Oké, toppie. Leuk dat jullie meedoen. Oké, eerst deze mevrouw. Kom aan de beurt hoor. Even kijken. Ja, nee, dat wordt niet overgeslagen hè. Oh. Agenda. Oké, allemaal saai, dit is allemaal saai. Kaarsje, okay. Waarvoor dan? Voor mijn oma's verjaardag. Oh, wat leuk. Kaars. Leuk. Allemaal kleren, portemonnee. Dat is toch veel te klein? Ja, nee, het is groot genoeg. Kan je daar je geld wel in kwijt? Ja, ik heb alleen maar mijn pinpas. Je hebt alleen je pinpas? Een t-shirt. Zo'n meid die nooit met cash werkt, hè? Nee.
Dat is kleren, hè? Dat is allemaal saai. Ja, laat maar zitten. We gaan naar de volgende. Ja, mevrouw? Nee, dat valt saai. Ik heb alleen maar een shirtje. Alleen maar een shirtje? Laat zien dan. Zal dat een beetje mijn maat zijn, denk je? Ja. Mag hem denk ik niet proberen, hè? Nee, laat me niet doen. Maar dan heb jij echt gewoon een klein maatje. Nee, dit valt wel mee. Het is namelijk een soort buiktruitje-achtig dingetje. Vind je dat niet iets uitdagend? Nee? Helemaal niet. Oké, goed zo. Hé, en dat hoort ook gewoon erbij, hè? Ik ben wel benieuwd. Een dopper? Oh, die zijn helemaal hip tegenwoordig. Wat heb je erin zitten? Water. Ik proef gewoon even. Wel een beetje smaakje aan, hoor. Ik weet niet of ik daarvan durf te proeven. Dit is mijn soort van... Dus vol met liefdesverklaringen staat er gewoon in? Ja, weet ik niet wat erin staat. Aan de kunstacademie. Doe je aan de kunstacademie? Ja. Wat zei? Ja. Echt werk, hè? Leuk, maar het is al wel aardig persoonlijk, hè? Leuk, en gewoon wafels. Oh, je bent ook wel een beetje van een gezonde tour, hè? Leuk. Ja, en mevrouw? Laat ze mevrouw. Yes. Leuk. Allemaal kleren weer, hè? Dit is mijn voornemen om toch te gaan hardlopen ooit. Gaat het wat worden? Ja, ik moet wel nu. En hier komt dan gewoon je deelnemerskaart van je triathlon komt daarin te zitten. Precies. Handig, heeft ze over nagedacht? Ja. Heeft ze op geselecteerd? Ja, echt intens handig. Ja. Leuk, maar hij is best klein, of niet? Of dat, oh, dat moet een beetje strak zitten natuurlijk. Mijn theorie was, als ik een kleinere maat koop, dan moet ik zoveel sporten zodat ik erin pas. Wauw! Ja, maar het kan ook zijn dat je heel veel sport en dat je er dan niet meer... Spieren. Ja, oké. Dus je kijkt gewoon van de goede kant. Oké, en een leuk truitje. En een vest. En dit is een tas? Een tas, ja. Heb ik het nodig? Nee. Nou, je hebt al een tas natuurlijk, ja, hè? Ja, daarom. Leuk. Wat ga je erin doen? Ik vind het meer een beetje een strandtas. Ja, nou misschien. Dus gewoon alvast voor de zomer. Gewoon goede voornemens. Ja. Precies. We gaan allemaal net even anders op de kunstacademie, hè? Echt waar? Maar waar zit je op de kunstacademie dan? Zwolle. Oh, wat leuk. Ja, ik heb er eigenlijk helemaal niks mee. Ik ben totaal niet creatief. Maar ik vind het wel leuk om met mensen te praten. Hey. Leuk. Hartstikke bedankt dat jullie mee wouden doen. Ja, oké, toppie. Dankjewel. Oké, doeg. Ja, kijk, ze zag ook, die mensen waren eerst een beetje terughoudend. En als je dan een beetje enthousiast hebt en je hebt ze eruit uitgeluld, dan... Hallo! Heeft u eventjes? Wat is de naam van het programma? Down with Money? Ja, je loopt ook alsof je haast hebt gewoon. Waar ga je naartoe dan? Ik ga naar huis, ik ga eten. Echt? Bij maar dat heeft toch niet zoveel haast? Oh, bij iemand ook gewoon? Ja, ik heb een huiswarming. Moet ik een cadeautje hebben voordat ik daar. Oh, gezellig. Nou, wat ga je halen? Ik denk een plant. Een plant? Ja, dat is toch saai, een plant. Neem maar, haal een lekker biertje of zo. Dat is toch veel leuker? Een plant, wie haalt er nou een plant voor een housewarming party? Die snapt er ook echt duidelijk niks van, hè? Vrouwen. Oh, die homo. Oh, shit. Hallo, heb je al eventjes? Ik moet helaas naar werk. Waarvoor dan? Wat doe je voor werk? Bij Sushi by Me. Echt? Wat doe je dan? Bediening. Oké, jammer. Want we zijn eigenlijk van het programma Down with Money. En we willen eigenlijk weten wat er allemaal in iemands tas zit. Heb je heel veel tijd voor? Heel even. Oké, heel even dan. Doe maar. Oké, wat zit erin? Nou, ik heb dit. Oké, gezonde tour. Wat werkkleding nog. Werkkleding, handig als je naar je werk gaat. Ongezonde dingetjes. Ook ongezond, ja, dat willen we zien, want dit is natuurlijk gezond. Dit. Roken. Oh, bammer. En energie. Het begon zo en goed, it. Maar het eindigt wel een beetje jammer. Maar toch vind ik wel leuk dat je mee hebt gedaan. Oké, hey, hartstikke bedankt. Doeg, hè. Gay! Ah, ze willen gaan, mensen. Maar ik vond het wel leuk.